In principe ben ik een buitenkunstenaar. Ik werk altijd met licht en met weer, met wind, met zon, reflectie. Toen ik werd gevraagd voor Groningen Museum, dacht ik eigenlijk van, oh, dit gaat helemaal fout. Oude kunstwerken met bordjes alsjeblieft niet aanraken. En dat voelde heel erg verstild, een soort wind in een glazen potje, wat dus geen wind meer is. Zij waren er eigenlijk altijd heel erg open in. En vanaf dag 1 hebben we me een soort ruimte gegeven om te onderzoeken, om uit te proberen, om fouten te maken. En eigenlijk stapje voor stapje na te denken van, wat werkt nou in een museumzaal? En hoe kunnen we daar innovatie op toepassen? En echt iets te maken als een landschap. En dat is presence. Het gaat dus letterlijk over, jij bent daar en jij maakt dus ook een impact op dat landschap om je heen. Zonder jou bestaat het niet. Aan het begin is het dominant, rigide structuur. Een soort Nederland van boven, een soort Mondriaan grid. En jij loopt daar en die ruimte die scant je eigenlijk. Alsof je in een kopieerapparaat zit. Van bovenaf, top-down. En dan de tweede ruimte is leeg. Het is licht en opeens flits, flits, zie je afdrukken van jezelf. Op de wand, op de vloer. En daarna vaagt het weer weg. Hij is heel leeg, maar hij is gevuld met ideeën en gevuld met jouw interactie. Je hebt een gang met lichtdruppels. En naarmate je door de ruimtes loopt, wordt het steeds vloeibaarder, steeds speelser. Jouw impact wordt ook steeds groter. Kleine lichtgevende bolletjes die over de hele vloer verspreid zijn. Het is alsof je door de sterren heen loopt. Ja, heel sprookjesachtig, maar ook heel tastbaar tegelijkertijd. Je mag het aanraken, je mag ermee spelen. En je eindigt in de kamer met Lola's, genoemd naar de stagiaire die ze onder andere heeft ontworpen hier in de studio. En de vloer is fosforiserend, maar die Lola's zijn een soort kwalletjes. En als je ze een zetje geeft, tekenen ze eigenlijk lijnen van licht op de grond. En het refereert aan de ene kant naar de oude pre-prehistorische godtekeningen in Frankrijk. Maar het heeft ook iets heel futuristisch, als een soort UFO-kwalletje wat ze door die ruimte heen beweegt. Je ziet geen ledjes, je ziet geen beamers, je ziet geen schermen, je ziet geen knoppen. Het is immersief. Je bent onderdeel van het landschap, je bent er één mee. En het is meer een soort laag die door die ruimte heen loopt. Het gaat alleen maar over aanraken en er zijn. Dus we hebben het echt zo moeten ontwerpen dat dat ook gewoon kan en ook mag. En juist wel fijn is als je dat doet. Een van de problemen waar we nu mee zitten, als je het hebt over duurzaamheid. Er is van alles, hè? Stijgend zeespiegel, CO2, smog, lichtvervuiling. We geven de politiek de schuld, we praten over cijfers, we verkrampen, we worden boos. En dat werkt niet. Dus die connectie, die zijn we een soort van kwijt. Of die is niet meer voelbaar of niet meer zichtbaar. En als we niet investeren in nieuwe ideeën, dan verzuipen we gewoon, weet je wel. Dat was eigenlijk een van de drijfveren van Presence. En tegelijkertijd geeft de tentoonstelling ook niet echt kant-en-klare antwoorden. Maar suggereert het en geeft het richting. Het eindigt ook met de quote, on spacecraft Earth, there are no passengers, we are all crew, van Marshall McLuhan. Die eigenlijk aangeeft, ja jongens, we zijn allemaal onderdeel van die planeet Aarde en daar moeten we het mee doen. Dus wat ga jij doen? Dus het belang van de tentoonstelling is dat die de verbeelding triggert en de nieuwsgierigheid triggert naar hoe we willen dat die wereld eruit ziet en onze toekomst eruit ziet. Dus het aanraken is een hele belangrijke, dat je het op die manier ook internaliseert. Ja. Als je te veel afstand hebt, dan blijft het te abstract, te academisch. En ik denk dat dat een van de problemen is in de wereld van vandaag. Dat we die afstand te groot hebben gemaakt. Maar we zijn allemaal onderdeel van dat netwerk. En hoe meer we dat gaan vergeten, hoe moeilijker het wordt om het nog leefbaar te maken. Om het humaan te houden. De droom en het idee staat centraal. Dat is wat je leidt. Maar om die te verwezenlijken, moet je ook eigenlijk weer super praktisch zijn. En een plan maken. En gaan vasthouden. En overtuigen. En onderhandelen. En zorgen dat droombeeld, dat leidinggevend is. Want er zijn zoveel verwarringen. Dus als je iets maakt, begint het met een soort gevoel, een idee. Maar dat is eigenlijk nog niks. Heel veel uitproberen, pielen, falen en weer door. Het is veel rommeliger en rauwer en ruwer dan je zou denken. Je staat veel meer in dienst van het idee dan je zou denken. En iedereen voedt dat ook weer eigenlijk met zijn eigen expertise. Dat is heel leuk. Hè? Dus ik moet altijd omringd worden door mensen die allemaal net iets slimmer zijn dan ik in bepaalde dingen. Dus ik begin het project en ik eindig hem. En daartussenin is het een pingpong. In die zin is elk project of elke tentoonstelling ook weer een nieuw soort gesprek wat je met jezelf en die wereld om je heen aangaat. Ja. Maar uiteindelijk is het mijn job om een beslissing te maken. Ja, te zorgen dat die verbeelding erin blijft. Ja, dat artistiek beeld overin blijft. Ik had het vroeger als kind al, toen ik in Nieuwkoop woonde. Ik wilde nooit binnen zijn. Dus ik ging altijd naar buiten. Bomen te bouwen, met de dieren spelen. Je kleren zeiknat maken, omdat je een kabelbaan wilde maken van de een en andere bomen. Dat lukte niet helemaal.
We pakten altijd een soort boekenkast en dan schroefden we dan wielen onder van een buggy en dan gingen we door die dijk af. En achteraf denk je, hoe zijn we niet dood gegaan? Weet je, dat levensgevaarlijk, had ik geen remmen. Dat heeft me altijd wel bijgebleven, die intrinsieke behoefte om die ruimte, om jouw leven eigenlijk te verpersoonlijken, om eigen te maken. Dat doe je door dingen te maken. Maar je techniek en de manier hoe je het doet, die verfijnen en professionaliseren natuurlijk wel. Dus vroeger had ik gewoon mijn hamers en mijn spijkers om op bomen te bouwen. En nu heb ik slimme materialen, heb je een studio, heb je een team. Die techniek moet je masteren om die verbeelding te laten shinen. Dus het lijkt simpel, dat is het helemaal niet. Het is eenvoud, dat is iets heel anders. Er zit wel een soort rode lijn in die projecten. Het gaat heel erg over de wereld bevragen en tegelijkertijd ook een soort het te kantelen van wat kunnen we ermee of wat willen we ermee. En soms is het een soort van praktischer, hè, zoals torens die schone lucht maken. En soms zit hij meer in het poëtische, zoals waterlicht, wat je bewust maakt van ja, de impact van stijgend zeespiegel. Icoon Afsluitdijk, waarin we het licht van de koplampen van de auto's gebruiken om lichtreflecterende gebouwen te maken. Die prachtige monumenten van Dirk Rozenburg in een nieuw licht te zetten. Dus het schippert altijd een beetje door dat poëtische en dat praktische heen. Maar dat is ook gewoon heel normaal op het moment dat je in die openbare ruimte verkeert. Dan heb je altijd dat functionele en dat fantasievolle wat een raar soort relatie aangaat. Het is landschapskunst, het is landschapsarchitectuur. En ik zie mezelf in die zin ook veel meer in de traditie van de jaren 60 en de 70. Hè, de Tim Sterrell, de Walter Maria, waarin ze eigenlijk het landschap gebruikten als hun canvas. En een nieuw soort type plekken gingen maken waar mensen naartoe konden gaan en zich konden verwonderen. En ik denk als je op die manier kijkt naar de kunst die ik maak, vanuit dat perspectief, ja, past die eigenlijk in die traditie van die landschapskunst. De kracht van een museum is natuurlijk dat je gewoon een hele gefocust en een geconcentreerde plek hebt. Mensen staan open voor het verhaal, waardoor je net dieper en anders een interactie kan aangaan dan een openbare ruimte waar je een soort van toevallig voorbij rijdt. Maar het is ook op een andere manier nadenken van wat is innovatie qua tentoonstelling? Waarom moet het altijd op zo'n klassieke sokkel, niet aanraken manier? Dus dat vraagt een open aanpak van het Groningen Museum. Dat vind ik heel leuk, dat ze dus een ambitie hebben om iets anders te doen. En dat anders ook iets goeds is. En dat ik ook de ruimte krijg om dat andere ook te doen. Belangrijk dat kunst activeert. Heel erg belangrijk, ja. En dan activeren niet als in de zin dat we allemaal gaan protesteren met spandoeken. Maar dat jij beseft dat jij een rol hebt in onderdeel van die oplossing. En niet alleen dat je onderdeel van het probleem bent. Het is niet een soort droombeeld van de toekomst waar we nooit naartoe zullen komen. Nee, stapje voor stapje gaan we beter doen. En we leren ervan.